Hoi guys, welkom terug op mijn tweede YouTube kanaal. Het is een tijdje geweest, ik weet het, maar een heleboel tegenwerkingen. Mijn harde schijf is vol, batterij van mijn laptop doet het niet, enzovoorts. Maar vandaag ga ik eindelijk laten zien hoe ik mijn haarstijl voor de première van Black Panther in elkaar heb gezet. Terwijl ik jullie een beetje vertel wat ik vond, wat mijn ervaring is. Met de producten van Cream of Nature, die coconut milk lijn. Dus blijf kijken, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En hopelijk genieten jullie ervan. Zo, Cream of Nature is een tijdje terug uitgekomen met een coconut milk lijn. En daarvan zijn er 10 producten. Een shampoo, crème, een conditioner, foaming mousse, olie, gel, edge steamer, een moisture curl hair milk, een hydrating curling cream en een vloeibare leave-in en een cream leave-in. Zo, laten we beginnen met de detangling en conditioning shampoo. Die is een van mijn favoriete producten van de lijn, omdat toen ik mijn haar had gewassen met die shampoo, kon ik mijn haar al kammen. Gewoonlijk kam ik mijn haar pas wanneer ik conditioner in mijn haar heb, maar die shampoo is werkelijk conditioning en het maakt dat haar al zacht en ik kon mijn haar al kammen. Ik kan hem ook vergelijken met die shampoo van Healing Oil by Chipito, dat is een Surinaams product. Dus die shampoo is een van mijn favoriete producten van de lijn. En die detangling en conditioning conditioner vind ik oké, maar ik zou mijn Tresemmé niet opgeven ervoor, omdat die Tresemmé veel meer slip heeft. Die Cream of Nature producten hebben altijd een sterke geur. Maar die shampoo in combinatie met die conditioner, die twee geuren waren echt te veel voor mij. En ik leg de nadruk op voor mij, omdat ik niet van sterke geuren hou in haarproducten. Dus conditioner, shampoo heeft een sterke geur, conditioner een geur, leave-in een geur, hydrating cream een geur. Alles heeft zo'n sterke geur en dat vond ik minder. En daarna stap ik over naar die twee leave-ins, die detangling en conditioning leave-in conditioner. Die vind ik niet nodig, omdat hij, als het ware, hetzelfde werk doet van je water. Maar ik vind hem niet nodig omdat hij ook zo'n sterke geur heeft. Dus ik weet niet, je stapt over van shampoo naar conditioner met een sterke geur. En dan leave-in conditioner met weer zo'n geur. En het werd echt te veel voor me. Dus die leave-in, die detangling en conditioning leave-in vind ik niet echt nodig. Is een luxe, zeg maar. Maar die cream, die Curl Repair Leave-In, die heeft ook een geur. Met Academy Jadens, die heeft ook een geur. Maar ik hou ervan. Ik hou ervan. Het heeft een soort dikke, ik heb dik haar, dus mijn haar houdt sowieso van producten die dik zijn. Ik kan mijn haar ermee uitkammen. Het is niet beter, of het is niet een van de beste leave-ins die ik ooit heb uitgeprobeerd. Maar het werkt goed. Het werkt goed. En ik ben tevreden ermee. Het verschilt niet veel van die hydrating cream. Dat kunnen we net direct hebben over die hydrating cream. Het verschilt niet veel. Die hydrating cream lijkt ietsje dikker,
Maar ik vind persoonlijk dat er geen groot verschil is. Of dat je geen groot verschil ziet aan de manier hoe ze werken. Het effect dat ze hebben op mijn haar. Ik vind persoonlijk dat je geen groot verschil ziet. Maar die twee producten zijn heel goed. Die twee zijn ook twee van mijn favoriete producten samen met die shampoo. Die Moisture Curl Hair Milk. Om eerlijk te zijn, kan ik je niets vertellen daarover. Want ik werd moe van die producten. Dus die geur van alle producten. Dus mijn Moisture Curl Hair Milk heb ik aan Aniek gegeven. Ja, die Moisture Curl Hair Milk heb ik aan Aniek gegeven. Ik kon echt niet meer met die sterke geuren. Ik begon echt te balen. Alles heeft een geur, dus dat heb ik aan Aniek gegeven. Ik moet ook erbij vermelden, als je niet kan tegen shea butter, zou ik je deze producten afraden, want ze hebben shea butter erin. Die foaming mousse heb ik gebruikt voor een bantu knot out. En ik weet niet. Daarover. Ik kan niet zeggen het is goed, maar het is ook niet slecht. Dus on a scale from 1 to 10 zou ik hem een 6 geven. Die foaming mousse. Maar ik ga hem een keer proberen met rollers. En als je me volgt op Instagram of op mijn Facebook page, dan zal ik daar mijn mening erover delen. Maar die foaming mousse is oké. Tussen haakjes. De Essential 7 Treatment Oil vind ik niet nodig. Net als die vloeibare leave-in. Ik vind het niet echt nodig. Het is een luxe. Want we hebben Suriname betere oliesoorten. Like die Amana olie, Maripa olie enzovoort. Dus die olie vond ik niet nodig. Het was gewoon luxe. Mooi, mooi. Dan stappen we over naar die Shine and Hold Control Glue. Als je die Cream of Nature Snot Gel kent. Guys, het is freaking hetzelfde. Enigste verschil is de naamverandering. En die Snot Gel is geel en Shine Hold Control Glue is wit. Zelfde consistency, zelfde werking, zelfde. Alles is hetzelfde. Alleen heet deze Control Glue en die andere heet Snot Gel. Of weet ik wel. Styling Snot of X met Snot. En als laatst die 24 Hour Edge Tamer. Ik heb tot nu toe geen edge tamer gevonden die 100% de hele dag dat haar glad houdt. En ook met deze, het werkt in het begin goed. Als je haar bent, blijft hij ietsje langer. Maar het gaat je niet de hele dag houden. Vooral niet als je gaat dansen en zweten en... Je weet hoe ons klimaat hier is. It's gonna leave you and embarrass your ass. Dus die edge tamer werkt goed als je hoofd bent. En je gaat misschien naar een show, een coole plek waar je niet gaat zweten. En in een drukte gaat zijn misschien. Maar in het begin werkt het goed voor een fotoshoot. Voor de gram is hij wel goed. Dus mijn favoriete producten zijn hun shampoo, hun curl repair leave-in en hun hydrating curl cream. Die drie producten zijn mijn favoriete producten. En ik denk dat ik binnenkort een giveaway ga doen. Dus kijk uit naar deze producten op mijn page. Als je ziet dat ik hem post, is het tijd voor een giveaway. Dus hou mijn Instagram in de gaten. Hou mijn YouTube kanaal in de gaten. Hou mijn Facebook page in de gaten. En misschien krijg jij de gelegenheid om een paar van deze producten zelf uit te proberen. Als je dat nog niet hebt gedaan. Guys, geniet verder van deze video. Ik hoop dat jullie tevreden zijn. Want dit doe ik voor het eerst. Ik hoop dat ik er veel beter in word natuurlijk. En vergeten jullie niet te liken, te abonneren. Like een reactie achter wat je ervan vond, wat je van mijn haarstijl vond.
wat je graag zou willen zien. Dan kijk ik als ik het waar kan maken. En ja, we blijven in contact via social media, via mijn Instagram en Facebook. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei.